Welkom bij Spakenburg Nu, met vandaag verhalenwedstrijd, markt op de oude plaats, kinderboekenweek, We Love Peru. Zaterdag 2 oktober zag het er op en rond het Spuiplein weer heel anders uit dan de afgelopen anderhalf jaar. De markt was weer naar de oude plaats verhuisd. Geen grote terrassen meer, maar alle kramen weer dicht bij elkaar. Alice vroeg de mensen naar hun reactie. Hi, hoe is het om weer op uw oude en vertrouwde plek te staan? Nou ja, het is wel weer gezellig zo, weer met z'n allen bij elkaar op onze oude plek. Dus ja, het voelt wel weer gezellig en vertrouwd natuurlijk. Ja, het is anderhalf jaar geleden, dus dat is best een aanzienlijke tijd dat we op een andere plek hebben gestaan. Dus dan is dit alweer erg fijn dat ook alles weer een beetje... gewoon en terug een beetje naar normaal is. Nou, oude tijden herleven, hè? Weer terug op de oude plek. Ja, geweldig. Het is ook super druk vandaag. Het is echt heel leuk om weer terug te zijn. Ja. Ja, want jullie hebben natuurlijk hier zo lang gestaan. Hoe was het om dan ineens naar een andere plek te verkassen? Oh, heel vervelend. Heel stil en ja, gewoon heel vervelend. Ook klanten duurden even voordat ze ons gevonden weer hadden. En dit is hier gewoon veel gezelliger. Ja hoor, de groenteboer staat ook weer op zijn vertrouwde plek. Hoe is dat? Nou, hoe is dat? Liever had ik aan de Broerswijdering gebleven, want dat geeft me meer ruimte. Maar onze eigen klanten die komen toch allemaal weer terug. Die weten ons aardig te vinden. Daar mogen we niet over moppen. Ja, dat is oud en vertrouwd, hè? Ik denk het wel. Ja. Hoe is die overgang de afgelopen tijd gegaan toen u naar de Broers Wetering moest? Hoe vond u dat? Daar heb ik tegenop gekeken, maar wij hebben het laatste jaar 25% in de plus gezeten. Kijk aan, dus het is niet alleen maar kommer en kwel. Nee. Het is 2 oktober en we hebben weer een ouderwetse markt. Hoe ja, is dat? Heerlijk. Het is een verademing om de mensen gewoon allemaal weer te zien. Ik kwam vanmorgen van de haven af fietsen. Vind ik even lekker om rond te fietsen. En dan zie je de mensen weer. Het leeft. Het hoort te leven en het is heerlijk. Ik vind het fantastisch. Ja, het is vandaag weer de markt op zijn oude plaats. Ja. Hoe vindt u dat? Ja, hij is weer mooi, hè? Het is ook goed voor Rita. Het is heel positief voor haar. Dus het is gezellig weer. Wat doet dat met je als een markt op een andere plek staat? Wat doet dat met mij? Ja, uiteindelijk niet zoveel. Nee, ja, weet je, het was daar ook op zich goed, maar het is gewoon gezelliger weer. Ja, ja. Ja. U komt altijd wel naar de markt toe? Elke zaterdag, even rondje maken. Ja. Hoe is het om weer terug te zijn op de vertrouwde plek? Het is uitstekend natuurlijk. Kijk, even wennen voor het publiek natuurlijk, maar ik ben heel erg blij mee. Jolanda, hoe is het voor jou om op de oude vertrouwde markt weer te lopen? Ja, leuk. Wel weer gezellig. Alles dicht bij elkaar. Maar ik vond de andere opstelling ook goed hoor. En voor de horeca was het super dat ze weer een groter plein hadden. Om op dat mensen daar konden zitten. Maar het is nu wel weer gezellig. Gezellig, leuk. Met wat voor gevoel bent u vanmorgen naar Spakenburg toegereden? Gelukkig. Eindelijk weer op de oude plek. Weer een gezamenlijke markt, dichter bij elkaar. Het wordt allemaal weer een stukje gezelliger. Hoe belangrijk is dat voor jullie? De markt moet niet te ver uit elkaar getrokken zijn. Want dat geeft het publiek een ander beeld in hun hoofd van wat is hier gaande. Echt, als het bij elkaar staat, dan is het een samenhorigheid. En dan worden de mensen vrolijker van. De gehele reportage kunt u donderdag elk uur bekijken. Het blad Eva organiseerde een verhalenwedstrijd samen met Kok Boekencentrum. In de jury zat ook Alinda Bol. Donderdag 30 september was de prijsuitreiking. Nou, we zijn hier bij Luf Spakenburg. Vanavond hebben we een klein besloten feestje. Er is namelijk een schrijfwedstrijd geweest, georganiseerd door het magazine Eva en door uitgeverij Kok Boekencentrum. En vanavond vindt de prijsuitreiking plaats en we nemen jullie mee. Eva schrijfwedstrijd. Dat doen we in samenwerking met Kok Boekencentrum. En het is echt een enorm spannende avond, want de 3 finalisten zijn hier ook vanavond.
Ik stel ze straks aan je voor. Ook de jury is aanwezig, bijna. Stel ik ook aan je voor zo. En mijn naam is Greta Vonk. Ik ben hoofdredacteur van de EVA. En mag dit met jullie presenteren. En straks samen met Beppie de winnaars bekend. Of de winnaar bekendmaken. Beppie schrijfcoach, Nederlandicus. Volgens mij een heel rijtje meer nog. Ja, acquirerend redacteur. Maar het erge is dat ik zelfs niet in de jury zat. Maar de jury is hier natuurlijk wel aanwezig. Maar dat ik de eer ga krijgen om de winnaar te begeleiden. Dus en we hebben die taken zorgvuldig verdeeld. Ja, dus je hoort het. Beppie, een hele belangrijke taak. Nou, naast dat ik in de jury zat, zit Alinda Bol in de jury. En daar zijn we ook, in het gezelligste winkeltje van Nederland, bij Luf, Luf Spakenburg. Spakenburg is ook een heel mooi plekje om te komen. Alinda, dank je wel. Staat nu niet in beeld, maar we zijn hier in deze prachtige locatie bij Luf. Waarvoor dank. Marlies Medema, bekend als eindredacteur van de EVA, maar ook dit jaar voor het eerst gedebuteerd met haar boek Papieren Paradijs. Zit ook in de jury. Maaike Hogendoorn van Kok Boekencentrum is de uitgever. En Corine Oranje is hier niet, maar kijk mee als het goed is. Van harte welkom Corine, boekenschrijfster, coach. En heeft ook meegedacht in het hele proces. Wij zijn in maart begonnen om na te denken van, ja, we willen wel een schrijfwedstrijd. Eigenlijk kwam mijn collega Marlies naar me toe, zullen we een schrijfwedstrijd gaan houden met Kok Boekencentrum. En Marlies had daar natuurlijk lijntjes ook vanwege haar boek. En ik had nog geen ja gezegd en eigenlijk was alles al uitgerold. Dus zo gezegd, zo gedaan. We hebben een thema bedacht die paste bij het ja-thema van Eva. Ik ben... we hebben de aanmelding opengegooid en ja, ik vond een overweldig aantal reacties. Er hebben 61 vrouwen gereageerd, waarin Kok Boekencentrum een voorselectie heeft gemaakt. Er waren nog 45 verhalen die overbleven. Ontzettend goede verhalen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb al die 45 verhalen in mijn tas gedaan en ik heb 4 dagen lang, 4 uur, de boek of de verhalen gelezen. Nou, en het was echt... Ultieme kan het volgens mij niet. Met mooi weer aan het strand, hele mooie verhalen lezen. In september kwam de jury bij elkaar. Toen hadden we het uiteindelijk nog gereduceerd tot 15 verhalen. En daar hebben we 3 finalisten in uitgekozen. En die finalisten zijn Leanne. En ik ga toch op mijn briefje kijken om het niet verkeerd te zeggen. Lienke en Francisca. Ja, en ook wel ja, een beetje onverwacht. Is er wel, ja... Het mailtje met de uitslag dat ik hierbij mocht zijn was echt wel een heel grote verrassing. Superleuk. En voor jou, Francisca? Ja, echt heel leuk. Ja, ik zag die schrijfwedstrijd. Ik dacht van, nou, dat moet ik gewoon maar meedoen. Dus, ja. En jij, was jij van plan om mee te doen? En wat maakte dat jij meedeed met deze wedstrijd? Ik ben getipt. Iemand zei, dat is echt wat voor jou, dat moet jij meedoen. En dan sta je hier. De winnares is geworden Lienke Harsevoort met Ik ben Kees. Vandaag is de kinderboekenweek weer van start gegaan. Het thema is Worden wat je wil. Emmy ging naar Bruna en sprak met Wim van de Geest. Wim van de Geest, wat is het doel van de kinderboekenweek? Het doel van de kinderboekenweek is het promoten van kinderboeken. Net als de volwassen boekenweek, waar we zeg maar ook de boeken onder de aandacht brengen onder de volwassenen, doen we dat in oktober voor de kinderen. Nou, altijd leuk. Wanneer is het precies, dit jaar? De kinderboekenweek start op 6 oktober en die duurt tot en met 16 oktober op een zaterdag. Dat is altijd de week voor de herfstvakantie. En wij bezoeken dan ook scholen met een kinderboekenkraam. Dat is leuk. Hoe kun je kinderen enthousiast maken om te lezen? Nou, wat ik merk is dat ook de boekhandel daarin een grote rol heeft. Ik bezoek sinds 10 jaar ook de scholen. En bewustwording bij kinderen door het boek onder de aandacht te brengen en een boekenweekgeschenk te geven bij aankoop van een boek, stimuleert kinderen om juist in die week een kinderboek te gaan kopen en het dan ook hopelijk te gaan lezen. Ja, en dan enthousiast te worden natuurlijk, hè? Ja. Want ik zag op de website bijvoorbeeld van de Kinderboekenweek dat sommige kinderen die kunnen niet ophouden met lezen. Ja, hoe heerlijk zou dat zijn. Zeker. Wat zijn er voor bijzondere acties om kinderen zover te brengen?
Nou, wij als Bruna hebben al jaren de altijd weer terugkerende actie rondom de kassenbonnen. Kinderen kunnen hun kassenbon inleveren bij de leerkracht. En vervolgens geven wij van alle opgetelde kassenbonnen 20% terug voor de boeken voor de school. Dus als voorbeeld, vorig jaar had het aantal scholen, bij wijze van spreken, ondanks dat we niet op de scholen stonden, 1.000 euro aan boeken gekocht. Dus aan kassenbonnen ingeleverd. Daarvan gaven wij 200 euro terug voor nieuwe boeken voor de school. Dus hoe leuk is dat? Ja, dat is werkelijk een actie die ertoe doet. Ja. Er is ook een tiplijst. Voeren jullie die hier ook? Wij hebben alle kerntitels die horen bij de lespakketten voor de kinderboekenweek, die dus behandeld worden door de scholen. Die hebben wij op voorraad in de winkel. En dat zijn zogeheten kerntitels die dus ook als thema hebben beroepen. Want dit jaar is wat we willen laten worden is zeg maar het thema. Er is ook altijd een thema waar dus ook boeken bij passen. En die boeken die zijn dan ook op de scholen aanwezig. Ja, waarom eigenlijk dit thema? Heb je daar enig idee van? Nou, het moet altijd een thema zijn wat kinderen ook aanspreekt. En soms lukt dat beter dan een andere keer. Dit keer is het natuurlijk een thema waar je heel veel naartoe kan vertalen. We hebben voor 2 weken geleden ook al een kleuterklas hier in de winkel gehad. Wat wil ik worden? Nou, ik wil in een winkel werken. Rondleiding gegeven. En bij het thema beroepen zijn gewoon heel veel boeken te vinden. En ja, als we hebben een keer als thema reizen gehad. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Maar dit thema is er wel eentje waar je heel veel mee kan. Wat vind jij van de quote, er zit een lezer in iedereen? Die onderstreep ik, want dat is één ding wat gewoon zeker is. Dat kinderen op het moment dat je ze al van jongs af aan voorleest, dat je daar echt een lezer van kan maken. En natuurlijk zijn er kinderen die gewoon echt niet lezen. Maar soms kun je ze door een boek wat hun triggert. Stel een kind is heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. Wij hebben ook boeken die gaan over de Tweede Wereldoorlog voor kinderen. Heeft een kind heel veel met Fortnite en met PlayStation. Ook daar zijn boeken van verschenen. Dus elk kind kan lezen, ben ik van overtuigd. Dus ga als ouder ook aan de slag. He, probeer ze zover te krijgen, want er gaat een wereld voor je open, zou ik het zo kunnen zeggen. Ja, klopt. Hoe mooi is het als je meestal 's avonds voordat je je kind naar bed brengt, even een momentje hebt van rust samen en een leuk boek voorleest. Dat is, ik herinner het me nog van vroeger. Nou, hoe mooi is dat? Nou, ik wens je heel mooie weken, want het zijn bijna 2 weken. Het zijn pittige weken, maar ja. Het is altijd ontzettend leuk. Ook omdat het gewoon ontzettend enthousiast wordt ontvangen door leerkrachten en kinderen. En daar doen we het voor. Dankjewel, Wim. Alsjeblieft. Willem en Erna Verder werken al 6 jaar in Peru, waar ze zendingswerk doen. Ze vertellen erover. Erna en Willem, jullie zijn een aantal weken in Holland geweest. Lekker even bijgetankt. Ja. Maar hoe is het in Peru? Ja, in Peru is het prima eigenlijk. We missen het wel weer. Aankomende vrijdag hopen we weer terug te vliegen. En we hebben gewoon gezien hoe het was in Peru voordat we gingen. We hebben echt een hele mooie tijd ook gehad. Ondanks de coronatijd. We hebben echt het project zien groeien. Enorm eigenlijk. We hebben heel veel voedselpakketten kunnen uitreiken. We hebben een nieuwbouwproject hebben gestart. En ja, dat is eigenlijk voor 90% al klaar. En het is echt geweldig om te zien hoe God het project zegent. En we zijn dankbaar voor alles wat we gedaan hebben. En het is echt geweldig. Er gaat in Holland ook nog iets leuks gebeuren. Ja, zeker. We gaan aankomende donderdag een benefietconcert organiseren. De opbrengst is voor Peru, voor de laatste nieuwbouw, voor de afwerking. Er moeten nog een paar dingen aan gebeuren. En iedereen is van harte welkom. Het belooft een hele mooie avond te worden. We gaan God aanbidden, danken voor alles wat hij de afgelopen jaren in Peru heeft gedaan. Iedereen is welkom. Het begint om 8 uur. En opgeven mag, maar als je toch op het laatste moment nog beslist, oh leuk, ik ga, ook prima. Van harte welkom. Heb je al gezegd waar het is? De Bron, heel goed. Ja, in de Bron. Ze zo zoeken. Hè? Ja, dat is niet in de Bron om 8 uur. Ja. Maar waar kunnen mensen zich opgeven? Op onze website. Ja, wheelofperu.nl, daar kan je opgeven. Maar het komt ook nog aankomende woensdag in de krant te staan. Maar je kan ook gewoon langskomen. Dus van harte welkom.
Nou, wij hopen dat het een fantastisch concert wordt, want geld is altijd nodig bij jullie. Ja, zeker. Hè? Absoluut. Dus men kan ook doneren? Ja, zeker. Hoe kan dat? Ja, dat kan op de website weloveperu.nl. Daar staat alle informatie op en ja, dat spreekt voor zich eigenlijk. Nogmaals, mooie avond gewenst en goede reis terug naar Peru. Ja, dank je wel. Ja, super bedankt, Emmy. In Spakenburg nu zag u vandaag de volgende onderwerpen. Verhalenwedstrijd, Markt op de Oude Plaats, Kinderboekenweek en We Love Peru. Als u het gehele programma nogmaals wilt bekijken, kan dat tot 11 uur vanavond op Los TV en op YouTube op uw eigen moment. Donderdag, zoals gezegd, de volledige reportage over de markt. En om 8 uur 's avonds begint Los Butenspel, dat ook vrijdag de hele dag te zien is. En zaterdag, dan is het weer tijd voor Spakenburg nu. Nog een hele fijne dag.